Goedemiddag vanuit, meestal nog steeds goedemorgen denk ik. Ja, goedemorgen vanuit zeer warm Suriname. Ik ben zaterdag teruggekomen. Ik loop echt nu pas voor het eerst in de zon. Mensen, kinderen. Het is enorm warm en lekker. We zijn nu hier bij SBB. Dat staat voor Stichting Bosbeheer. En Bostoezicht. En Bostoezicht in Paramaribo. En we gaan zo in gesprek hier met de bondsvoorzitter, de heer Dino Sobran. Sobran, hij bij een moeilijk ding. Dat is een Franse naam. Ja. En hij gaat ons vertellen, wie zijn ze, wat doen ze? Is het een overheidsinstelling? Wat doen ze precies? Ja. En waarom zijn ze vandaag hier om met elkaar een soort van actie te ondernemen? Dus we gaan nu even in gesprek met de bondsvoorzitter. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Mijn naam is Dino Sobran, ik ben voorzitter van de BPSBB. Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, zegt het al, hè? Bosbeheer, Bostoezicht. Wij zijn belast met beheer en toezicht op onze bossen. Geweldig. Die 93% waarover we allemaal praten, ja, is ook mede. Want ik zeg mede, want er zijn meerdere organisaties. Juist. Maar wij zijn ook een van de organisaties die eigenlijk, wij houden toezicht erop dat onze bossen gespaard blijven. Ik ben een van de schakels een in van die de keten. Schakels, een belangrijke schakel hoor. Ja. Want we doen meer dan toezicht, zichtbare toezicht, als ik het zo mag noemen. Ja. We hebben ook andere zaken waarmee we bezig zijn. Dat van de credits, hoe noem je dat? Carbon credits. SBB ondersteunt ook daarin. We hebben monitoring vanuit de satellieten doen wij ook. En natuurlijk heb je onze core. En dat is wat de boswachters doen, is toezicht houden dat het kappen van bomen, dat het gebeurt volgens de regels. We hebben een wet bosbeheer. Er wordt onder andere daarmee gewerkt. En ook pointers, hoe je mag werken, wat je mag doen. Hierdoor kunnen we eigenlijk ervoor zorgen dat we geen ontbossing hebben. Oké, er is nog geen sprake van ontbossing? Nee. Oké, dat idee heb ik namelijk als dus, leek. Ja, dus mijn god, alle bomen gaan weg. Kijk u, dus de houtkap is toegenomen. Ja. Dat wil zeggen, u gaat meer trucks met houtblokken in het verkeer zien. Ja. Omdat het is toegenomen. Maar wordt ongeveer 0,02% elk jaar gemeten aan ontbossing door houtkap. Oké. Dus is heel weinig. Dus en dat monitort u echt als stichting? Ja, dat doet SBB ook. We hebben een unit, houdt zich daarmee bezig. Op gezette tijden maken we ontbossingskaarten. U kunt alles checken op onze, er is een website van Gonini. Okay. Daar kan je alles vinden, okay, ook de ontbossingen, hoeveel procent het is, hoeveel graden het is. Onze grootste vijand is eigenlijk die illegale houtkap, illegale goudwinning. Oh, niet houtkap? Nee. Want kunt u zich voorstellen dat heel veel mensen het idee hebben dat er maar een raak wordt gekapt en dat bomen worden weggesleept? Nee, hier is het zakelijk strak werken met de regels. Okay. Als je een concessie hebt, dan wordt er voor jou samen met de SBB'ers een kapvak gemaakt. Kapvak? Een kapvak. En in zo'n kapvak mag je tot een bepaalde kuub oosten. Hou me ten goede 20 kuub hoor, of 25 kuub. Okay. Dat wil zeggen misschien 6, 7 blokken oosten. Ja. Maar dat haalt mij ook niet altijd hoor. Dus, maar zo'n kapvak, als het dan is uitgeoost, wordt het gesloten. En mag niemand meer daar werken. Oké, en wordt er dan opnieuw geplant? Nee, de bomen krijgen de ruimte om te groeien. Als je een grote boom weghaalt, krijgen die kleine bomen dan de ruimte om te groeien. En daarom is zo'n kapvak wordt dan gesloten voor 25 jaar. Oh, ja. Oké. Dus vandaar, dus SBB heeft een heel dankbare job. Ja, dat wist ik niet. Dus eigenlijk, hoeveel kapvakken kennen wij in Suriname? Nee, dus je kapvak wordt gemaakt in jouw concessie. Aha, ja. En dan kan ik 10 hebben bijvoorbeeld? 10, 20, hangt van de grootte af binnen jouw concessie. Oké. Oké, maar nu staan jullie voor een uitdaging. Jullie kunnen je werk niet naar behoren uitvoeren. Ja. En het is ook de reden waarom je vandaag een ALV hebt moeten beleggen met de leden. Jullie hebben een besluit genomen. Wat is het besluit? Het besluit is dat we het werk plat leggen. Dat wil zeggen dat niemand werkt.
ook de posten hebben opgeroepen om geen werkzaamheden uit te voeren. Gewoon omdat eigenlijk men weer voor de zoveelste keer bijna, wil ik het zeggen, een loopje met ons wil nemen. Kijk, we zijn bezig geweest met onze cao-onderhandelingen. En we hebben met de directie hebben een punt bereikt waar we als beide partijen overeen zijn gekomen. En in feite zouden we een cao dan nog moeten tekenen. Toen we op dat punt kwamen, vond het stichtingsbestuur van SBB dat zij ook nog wat punten hadden eigenlijk geplaatst die aangepakt moesten worden in onze cao. En wij zeiden nee, toch hebben we gesproken. Alle akkoord bereikt. We hebben alle akkoord bereikt en we gaan niet verder praten over onze cao. Hmm. Dat is ook het goed begrijp. Je hebt een stichtingsbestuur, je hebt de bond en je hebt de directie. Jawel. Stichtingsbestuur. En bond had een overeenstemming bereikt met de directie? Nee, de directie en de bond hebben overeenstemming juist bereikt. En toen heeft stichtingsbestuur gezegd, hé, maar wij willen nog wat aanvullen. Of we willen nog dingen veranderen. Zuiver. En toen zeggen jullie, hé, nee, maar dat gaat niet. Omdat dus ons stichtingsbestuur moet mandaat geven aan de directie. En dat hebben ze gedaan. Toestemming toch? Ja, maar namens mij onderhandelen. Dat heeft het stichtingsbestuur gedaan naar de directie ja. toe? En wij hebben van de leden toestemming, toch? Mandaat, jullie mogen namens ons onderhandelen. Klopt. Dus we hebben als partners, als twee gesprek naast, juist. Okay. Hebben we elkaar kunnen bereiken. Uh-huh. Elkaar, we zijn op een punt gekomen waar ze, ai, we zijn beide happy met ons cao, dus we moesten tekenen. Ja. Maar toen vond het stichtingsbestuur het nodig om ook aanpassingen door te willen voeren. En we zeggen, nee, we hebben al een agreement met de directie. En je hebt mandaat gegeven aan de directie. En ik, op den duur ontstond er een spanningsveld tussen de directeur en het bestuur. Uiteindelijk valt de directeur uit. Hij zegt, ik neem ontslag. Heeft zijn reden aangegeven. En wij als bond vroegen toen aan de waarneming, maar de directeur is weg. We hebben afspraken. Gaat het door? Hij zei ja, de waarneming zei ja, alles gaat normaal door. We hebben ook een brief gestuurd naar het stichtingsbestuur. En 27 oktober moeten we tekenen. Ja. We hebben de mensen gevraagd, geven jullie ons de ruimte? Ja. En 27 oktober, ik moet zeggen 26 oktober, werden we uitgenodigd door het stichtingsbestuur. En zeggen, hé, we hebben geen mandaat gegeven. Er is een communicatiestoornis tussen bestuur en de directie. En een heel verhaal. En wij zeiden, weet je, wij zijn geen gesprekspartner van u. Wij zijn van de directie. We hebben iets bereikt. Mm-hmm. En we blijven daarachter staan. Mm-hmm. Zeg, als je dat wil oplossen, laten we met z'n drieën praten, want dan kunnen we sneller iets doen. Ze hebben toen gezegd, oké, vrijdag praten we. De directie was niet in die meeting met ons, wegens omstandigheden denk ik, maar toen hebben we ons eigenlijk een statement doorgegeven. Want we onderhandelen niet met de stichtingsbestuur. Dus we hebben ze aangegeven, 1, we hebben een agreement met het bestuur. Als je wel of geen mandaat hebt gegeven, dat is jullie probleem. Je hebt een overeenkomst met de directie? Met de directie, sorry. Juist, oké. Ja. Uh-huh. Dus ik zeg, als directie en stichtingbestuur overhoop liggen met elkaar, that's not my problem. Exactly. Dat moet je zelf oplossen. Uh-huh. Maar wij hebben een agreement. Ja. En, maar om op dit punt te komen, is het wel enige tijd geduurd, want jullie zijn niet nu bezig met de CAO-onderhandelingen. Het heeft een paar maanden geduurd, ja, zoals... Kijk, we zijn een bedrijf met veel issues, hè, maar het komt ook door de politiek en door stichtingsbesturen. Vanaf 2015 hebben we de problemen. De directeur toen is weggestuurd, dus vanaf dat moment dealen we hiermee. Ik zit vanaf 2017 in de bond en dit is weer bijna, wil je zeggen, zijn flashbacks. Zelfde dingen gebeuren weer. Dat is de stichtingsbestuur en zij willen alles bepalen, maar dat kan niet. En wat willen ze? Hebben ze aangegeven wat ze willen toevoegen aan die CAO-agreement? Dus ze hebben aangegeven, maar ons standpunt is dat we niet daarover praten. Oh. We hebben met een directie gedeeld, zij hadden mandaat. Als zij zeggen, er was geen mandaat, het is hun show, maar we hebben een agreement. En wij gaan geen dingen toevoegen, we hebben een agreement en dat is het. Maar u heeft net het woordje politieke belangen genoemd. Dus ook in deze spelen de politieke belangen, lijkt het? Dat gevoel krijg ik hoor. Het lijkt steeds weer die battle te zijn tussen partijen.
En wij willen geen onderdeel daarvan zijn. We willen dat onze organisatie gezond wordt. Mm-hmm. En dat we een nog grotere positie binnen die samenleving kunnen innemen. En we kunnen het wel. Want ja. SBB is gerenommeerd, ook internationaal. En wat zal dit betekenen natuurlijk? Jullie weten niet hoe lang het gaat duren, hoe lang jullie het werk gaan platleggen. Dus ik moet zeggen dat we hebben een schrijven ontvangen. Ik heb dat net gehoord. Dat we over ons CAO kunnen praten, dus dat we kunnen tekenen. Maar natuurlijk moeten we nog screenen. Maar voor ons is ook belangrijk, we willen ook een papier hebben wie mandaat heeft om te onderhandelen namens de directie. Is het de directie of namens SBB? Is het directie, stichtingsbestuur, de minister, de president? I don't know, maar ik wil het op schrift hebben, want dit gebeurt te vaak. Mm. Dat je je einddoel bereikt en dat men zegt, nou, maar niemand heeft toestemming gegeven om te praten. En kijk, we hebben het secundaire al besproken, maar we moeten nu over eigenlijk een van de belangrijkste zaken praten. Geld. En weet, geld is altijd een probleem. Ja. Het primaire. Dus wij willen niet weer voor een verrassing komen te staan waar we horen van, nou, we hebben geen mandaat gegeven. Oké, dus de CAO-ondertekening of de CAO die ondertekening moet worden, ja, gaat over de secundaire voorwaarden. Secundaire voorwaarden. En nu moet dus even salarissen. Ja, en we willen op schrift weten wie mandaat heeft om namens SBB te onderhandelen met de bond. Mm-hmm. Zodat je dit niet krijgt. Niet meer krijgt, toch? Okay. Want het is, weet je, je stopt er maanden in. En voor het personeel is het ook vermoeiend. Alles wordt duur in het land. En dan moet je dan nog komen horen, ja, maar weet je, jullie hebben iets bereikt, maar er is geen mandaat gegeven. Dus daarom heeft men ook zo fel gereageerd, heeft gezegd, alles plat. Mm. Dus dan begin je een beetje geleidelijk aan, matig, maar mensen zeggen alles plat, want we zijn moe. Klopt, want inderdaad, als ik jullie actiemodellen moet herkennen, is het soms een halve dag. Ja. Maar jullie zeggen gewoon full on meteen, we gaan alles plat leggen. Yes. Wat voor impact heeft dat? Want niks wordt daar gecontroleerd, niks wordt daar gekeken. Wat voor impact heeft dat? Nou, het heeft vervelende impact, natuurlijk financieel. Voor de staat. Voor de staat, mensen moeten komen betalen. We hebben hier ook eigenlijk gebarricadeerd nog, zal ik het noemen. Mm-hmm. Die controles vallen weg. Mm-hmm. Dus je kan niet verder gaan met je hout. Als je wil exporteren, zit je daar even vast. Maar het moet eerst goedgekeurd worden door jullie. Goedgekeurd worden. SBB moet alles aangeven in haar systeem. Ja. Dus het is toch een negatief effect. De verschillende mensen worden dus gedupeerd, ja, zeg maar. En we vinden het, ik moet ook direct aan toevoegen, want meestal zeg maar, ja, bonden of van staken, maar ja, we vinden dit ook niet leuk. We vinden het ook vervelend, omdat we juist zijn voor productie en dat mensen hun ding kunnen doen. Maar weet je, als je steeds weer met dezelfde dingen wordt geconfronteerd en men niet wil luisteren, dat is dat, we luisteren niet. En we zijn niet oplossingsgericht. Mm-mm. We denken vaak aan onszelf. Of wat wij leuk vinden of interessant vinden. Nee, we moeten kijken naar het algemeen belang. En dat is weer een voorbeeld. Hè. Er is mandaat gegeven. We hebben de brieven gezien. En nu vindt men er geen mandaat gegeven. Maar als u die brieven heeft gezien, kunt u toch het stichtingsbestuur op wijzen? Er is wel degelijk mandaat gegeven. Dus wij hebben ze vanaf het begin gezegd dat we niet met ze dealen. Met alle respect. Dus zij moeten het dan, omdat wij ons niet op glad ijs willen begeven. Het is een fight tussen die twee partijen en zij moeten hun probleem oplossen. Ja, want u zei net, hè, van wie is nou gesprekspartner? Ja. Stichtingsbestuur of de directie? Wat is er iets in de wet daarover die daar helderheid over geeft? In feite zijn de statuten van de stichting duidelijk als het gaat om het stichtingsbestuur. Mm-hmm. Dus het bestuur weet wat haar plaats en positie en hun taken zijn, ja, maar zo te zien begrijpt men het niet helemaal, denk ik hoor. Want de directie moet ruimte krijgen om te werken. Ja. En als je dat niet kan, mm-hmm, ja, dan zou ik als directeur misschien ook zeggen van boy, dan kap ik ermee. Want het stichtingsbestuur is eigenlijk een soort van controlerende taak. Ja. Doet de directie zijn werk goed? Goed, zoals afgesproken. Ja. En is er op bepaalde momenten dat van mandaat en er is een soort rapportage naar het bestuur toe van hey, kijk, dit hebben we gedaan, dit gaan we doen. Dus dat soort taken, maar niet dat ze in de operations komen dat en bepalen wat er gebeurt. Oké, okay, dus jullie hebben dan net een schrijven gekregen, ja, dat
dat jullie weer kunnen praten of dat jullie, dat gaan, okay. praten, dat jullie kunnen gaan tekenen. Ja. Hoe geloof heb je dat ze dit sneaky iets hebben geplaatst? Dus ik heb, we hebben het van meneer Bettersen gehad en ik moet zeggen, we hebben goede samenwerking met Bettersen. Maar die ex-directeur. Hij is nog, volgens mij, is hij nog even directeur. Mm-hmm. Hij zet zijn tijd nog even uit. Maar ik heb hem ook gezegd, zeg sorry, maar we vertrouwen jullie niet. Dus we gaan het ook screenen en dat gaat gebeuren. Mm-hmm. We screenen en als we eruit zijn, mm-hmm. dan gaan we het eten. En dit is nog afgecommuniceerd met de leden of nog niet? Nog niet. Dus omdat, misschien worden ze dan de actie opgeschort? We hopen het, maar we hebben twee punten. Dat van de CAO, waar er misschien een oplossing komt, maar van mandaat willen we weten, opschrift, wie mandaat heeft. Ja. En dat lijkt me, is eigenlijk simpel, maar het lijkt me niet makkelijk opgelost. Nee? Ik heb niet het gevoel. Want dat we moeten onze plaats kennen. Ja. En als we dat niet doorhebben, dan doen we onnodig moeilijk. Dan lopen dingen door elkaar heen en dan nemen mensen taken over die niet bij zichzelf horen. Okay. Dit hoeft er niet te gebeuren. Nee. Echt niet. Maar weet je, we worden steeds meer geconfronteerd hiermee. SBB heeft binnen 2015 tot nu 3 directeuren gekend. We hebben 2 tot 3 waarnemend directeuren gekend. Ik denk nog geen 10 jaar, maar ook zoveel negatiefs meer. Wanneer gaan we groeien? We zijn nog steeds een stichting. Terwijl SBB, ik weet niet, als ik het eerder heb aangegeven, de bedoeling van SBB was in 98, was om 6 maanden te bestaan, zodat die transitie gemaakt kan worden naar Bosna's autoriteit. We zijn 25 jaar verder. Nog steeds niet. We hebben geen eigen gebouw. Alles wat we innen, daar moeten we storten. Hoe ga je investeringen opleveren? Hoe ga je voertuigen kopen? Hoe ga je equipment kopen? Er is ook nooit meer op tafel gelegd om een echte bosautoriteit. Dus we hebben het bij, ik weet, 25 jaar SBB hebben het wel bekendgemaakt aan de minister. Mm-hmm. We hebben aangegeven, we willen een eigen gebouw hebben. Dit is een huurpark en u ziet hoe het eruit ziet. Mm-hmm. En we willen overstappen tot een autoriteit, anders kunnen we niet vrijwillig. Mm-hmm. En dan krijg je steeds die politieke bemoeienis. Of die houdt niet van die, dus ik ga die tegenwerken omdat ik... Maar denk je dat ze daarom misschien niet tot de volwaardige autoriteit willen maken omdat ze willen blijven bemoeien? Ja. 25 jaar zelf verder. Dus dat wil zeggen dat het... Er is geen gebrek aan visie. Nee. Dit is dus duidelijk moedwillig de zaken draineren. Ja. Dus als ik het goed begrijp, gaan we zometeen allemaal vrachtwagens zien met houtblokken die verder niet kunnen omdat ze niet gecontroleerd zijn. Ja. En dan mag men niet verder, want zodra je niet gecontroleerd bent, mag je niet verder. En kan je ook niet exporteren of kan je ook niet verzagen, want je moet goedkeuring hebben van SBB. Dus die controle moet er zijn geweest. Ja, en ze komen ze hier betalen? Ja, onder andere retributie en alle andere zaken. Ja. Mag ik even het terrein van u zien? Want hebben jullie ook van die weegschalen? Kijk, als we bijvoorbeeld over de brug, ik ben heel bang op die brug. Ja. En zie ik soms van die vrachtwagens met houtblok. Is er dan een bepaald gewicht, lengte, dat je mag vervoeren? Volgens Bosbeheer, niet echt. Dat heeft te maken met de politie. Gewicht en uitsteken van blokken. Dat heeft niets met jullie te maken. Ah. Dus we kregen de vragen wel vaak hoor. Van maar ja, wat doet SBB? Wat zoveel blokken? Dit is niet onze job. Ah. Ook niet onze taak. We mogen niet. Oh, uw taak is puur te kijken van zijn deze blokken op de juiste wijze gedaan? Ja. Had u toestemming? Er was een label, want je krijgt een label. Mm-hmm. Een labelnummer komt in het systeem. Wat voor soort hout is het? Dus al die zaken. Maar transport is... Puur sec, politie. Yes. Oké, okay, thank you. Mag ik even een ronde? Ja, zeker. Loop mee? Ja, ik teken even iets dan... Ik dacht dat echt iemand stond in pak, maar het is gewoon een pop. Oh ja. Ik dacht al die tijd dat er iemand stond te wachten. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan eventjes hier bij SBB. Ben ik voor de eerste keer hier. Even kijken.
en hoe het eruit ziet. Ik zag wel een vrachtwagen. En nu wordt ze in een staking vanwege een dispuut tussen de directie, stichtingsbestuur en bond. Bond zegt nee, we hebben al een afspraak gemaakt. Nu hebben ze net te horen gekregen, ze gaan tekenen. Maar ze gaan toch eens even checken, omdat die overlapping gebeurt. En ze zeggen, het moet helder zijn, wie is wie, wie heeft mandaat, met wie is onze gesprekpartner. Is het directie, is het stichtingsbestuur? En het loopt een beetje door elkaar, lijkt het. En dus de man heeft besloten, we gaan het werk mee. Ik loop even mee met de heer. Yes. Ja. Ik neem gelijk alles mee. Hè? Nee, oké, okay, thanks. Ja. Dan dacht ik dat het echt ding was, hier bent. Het zijn allemaal jullie voertuigen. Ja, dat zijn alle voertuigen. Wat een druppel op een hete plaat is. Ja? Niet voldoende voertuigen? Helemaal niet. Oké, okay. Want hiermee gaan jullie checken, zeg maar. Ja, en we hebben ook posten. Apura, Mongo. Oh ja. En dan moet u zich voorstellen, we werken van west naar oost. Ja. En ook, en kijk, alleen naar voertuigen. Wow. Soms zijn er ook, we checken dingen ook via satellieten. Kijken naar bewegingen. Soms heb je rapportages, maar we hebben soms niet genoeg voertuigen om uit te rukken. Want je ziet van hier, daar is daar beweging, ja, waar geen beweging soms mag zijn. Ja, soms zie je dat mensen daar activiteiten doorwolken, dus brand en zo bezig zijn zaken neer te halen. Ja, ja. Dat kan je niet echt uitdrukken. Dus dit is een van onze problemen in de sport. Ja. Oké, okay, en dit, wat is de opleiding van? Hebben ze speciaal bos? Ze volgen een boswachtersopleiding. Oké. Okay. En de meeste boswachters zijn ook BAVP'ers. Dat wil zeggen dat ze, hoe noem je, ze hebben wel bepaalde bevoegdheden. Oké. Okay. Als het gaat om het maken van PV's, procesverbalen, of staande houden van mensen die... Oh, dat mogen ze bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Ja. Okay, met name over, als we praten over hout, welke houtsoort met name praten we over? Wauw, we hebben in Suriname plus minus 400 houtsoorten. Wauw. Dat is een heleboel. Maar ja, de bekende, Basraloke, Schoonhaard, Dirkelhaard. Maar we hebben 400 types, dus is toch heel wat. Heel wat, ja. De Suriname is een gezegend land. Het land, zeker. Maar is het jammer, we weten niet om te gaan met die goodies. Nee, die we hebben. Ons. Nee, ja, dat is jammer. Zeker. En dan hier gebeurt ook de keuring of zo? Nee, de keuring, dat gebeurt op locatie hoor. De meeste komen de mensen keuring aanvragen binnen. Mm-hmm. En dan gaan we op locatie keuren. En de mensen betalen dan ook daarvoor. Oké, okay. Ja. En nu zijn deze mannen allemaal aan het staken en u gaat zometeen weer een gesprek met ze aan? Yes. Oh, oké, okay. Dan zal ik u niet langer ophouden, want dan kunt u ze vertellen, jullie gaan tekenen. Nadat jullie eerst hebben gescreend. Ja, dat klopt. Oké, okay, hartelijk bedankt en heel veel succes. Thank you very much. We zien, hier zitten we mensen en waar mensen dus net hier een ALV hebben gehad. Mensen gezegd hebben, ja, wij gaan niet verder werken. Wij willen weten hoe of wat. En het is eigenlijk nog steeds altijd een probleem dat we in Suriname nog steeds alles in een politieke kleur gooien. Alles wordt politiek gedaan. En dan krijg je dus politieke partijen die elkaar eigenlijk een beetje gaan tegenwerken. Alleen maar om eigen belang, wederom. Niet om landsbelang. Oké, dat was mijn bijdrage hier vanuit SBB in Latour, volgens mij zijn we, ja. En hopelijk komt het een goede oplossing dat men gaat begrijpen dat het belangrijk is de afspraken na te komen en dat we kunnen werken aan een verbetering van Suriname. Politiek, niet overal mee bemoeien zou ik zeggen. Abon, ik ben later weer bij u terug waarschijnlijk. Later, ciao ciao.